Net is weer even een filmpje van mij. Ja, de gewone dagelijkse dingen zijn weer begonnen. Ik ben weer bij mijn zuster natuurlijk aan het oppassen. Want ja, die heeft altijd wel wat hulp nodig. Kan niet echt alleen. Nee, maar wil ze niet toegeven hoor. Wil ze niet toegeven. Maar ik heb gisteren met de burgemeester gepraat. Ja. En hij zei, ik vind toch eigenlijk prechtje dat je even je excuus moet aanbieden. Toen zei ik van, nou hoezo dan? Nou, hij zei, je hebt nogal een vlogbommetje opdrachten gegooid met Simmerdijs. Dus, nou ja, bij deze wil ik dan even zeggen mijn excuus voor dat vlogbommetje, zeg maar. Alleen, ja, ik heb er natuurlijk wel een bedoeling mee. Want, ja, ik probeer eigenlijk professioneel vlogger te worden. Ja, ik dacht, dat is, heb ik nog niet geprobeerd, hè. En aangezien de gemeente ook wil dat ik weer ga reïntegreren, denk ik, nou, dit kan ik proberen. Dus, maar dan is het wel handig als je dan, zeg maar, abonnees hebt en likes en zo. Dus dan kun je naar mijn YouTube-kanaal. Dat is Brechtje Vlechtje. Dat is met CH zonder T. Ook de Vlechtjes zonder T. En, wat wil ik daar dan nog meer mee zeggen? Oh ja, u kunt me dan ook natuurlijk altijd uitnodigen op leuke evenementen, partijen en feesten. En ik kan ook reclame voor u maken als u dat wil. Dat gaan we dan gewoon even doornemen. En ik wil even zeggen van ja, ik hoop eigenlijk dat ik natuurlijk ontdekt word. Hè? Want dat is wel heel belangrijk voor mij eigenlijk. Want ja, ik ben een laadbloeier. Het is niet anders. Dus, als u nou denkt van nou Brechtje, we willen dat je in de toekomst nog meer filmpjes gaat maken. Misschien iets minder intensief qua plaatsen, zeg maar, op één dag. Maar er komt er nog eentje aan hoor, voor mijn Brechtje Vlechtje Facebook. Want dan moet ik alles nog op posten. Dus, nou, ik hoop dat u het leuk vindt. Ik heb hele leuke ideeën. Ik heb al met de burgemeester afgesproken dat ik een keer bij hem op bezoek ga en dat mag vloggen. En ik heb ook andere, de Zandtovenaar, daar heb ik ook contact mee. En ik heb contact met Jack, natuurlijk met Jack Bottleneck. Ja, is natuurlijk een hele beroemde artiest inmiddels hier in Friesland. En ik ben eigenlijk ook wel fan van hem. Maar met Jack, ja, daar praten, mast wel Fries praten, hè? Ja, of Engels. Maar ik kan ook wel Fries praten, dat is dan voor Omroep Friesland, hè? Dan kan ik misschien ook wel wat verdwaan. Dat lijkt mij ook wel leuk. En nou ja, ik hoop je gewoon in de toekomst al je leuke filmpjes te maken. Ik hoop in de toekomst allemaal leuke filmpjes te maken. Van bezoekjes aan mensen. Lijkt me ook wel leuk, allemaal kunstenaars en zo. En dan zeg maar de achtergrond van de kunstenaar. En zo wil ik een beetje de professionele vlogster gaan uithangen als Brechtje Vlechtje. Nou, ik hoop dat u het leuk vindt. Nou, ik houd niet te lang, want korte filmpjes werken beter. Dank u wel. Ga allemaal naar mijn YouTube-kanaal. Brechtje Vlechtje, zonder T met CH. Dank u wel. En dank u wel voor de ondersteuning. En nogmaals, sorry drachten voor de vlogjesbom. Sorry.